Berry Peters en Antoine van Hout in dienst van de gemeente Sint-Tunis. Jullie zijn bijzonder innovatief bezig als het gaat over riolering. Berry. Jazeker, dat klopt. Wij zijn een jaar geleden hebben we hier in Lanthas onze nieuwe infiltratietechniek gepresenteerd. Die is op basis van permeoblokken. Die permeoblokken liggen nu een jaar erin. We hebben daar dus behoorlijk wat ervaring mee opgedaan. Er is nu op basis van het ontwerp is er een nieuwe blok door de firma De Hamer ontwikkeld. Dus echt de doorontwikkeling. Er zijn ook nieuwe doorspuitpunten. Er zijn dadelijk allerlei kleuren zijn er leverbaar. Van alles aangepast. En daarmee zijn wij genomineerd voor de RioNet Innovatieprijs voor 2015. Ja, Antoine, wat is het bijzondere technisch gezien aan die permoblokken? Het is eigenlijk een betonnen blok met een ronde rioolbuis zit erin. En het is eigenlijk een open beton is het. En het regenwater wat op de weg valt, dat loopt via die blok naar de grond in. Ja. Jullie hebben nog een kleine aanpassing gedaan, zoals je collega net al zei, nog een verbetering? Ja, we hebben hem dus eigenlijk wat rechter gemaakt, dus wat vierkanter. Want de vorige model die we zaten, de hoekjes waren er nog wat vanaf. Deze is gewoon wat strakker, mooier. Hij is mooi van kleur. De bovenkant is wat bol. Natuurlijk ook wat, dat is gewoon mooier, uiterlijk. Ja. Wat vindt de overkoepelende organisatie van de rioleringssystemen zeg maar, in Nederland zo bijzonder aan jullie uitvinding? Nou, wat er zo bijzonder aan is, is dat het echt iets. We zijn met z'n allen heel erg gewend aan het systeem met de goot en kolken, dus die kleine putjes allemaal. En dit is echt een heel nieuw idee om daarmee om te gaan. Het is totaal anders dan wat we met z'n allen gewend zijn. Dat zien we vooral rondom die kolken, die zijn heel erg onderhoudsgevoelig. En met name richting de ouderen, met rollators en rolstoelen en dat soort zaken, zijn het gewoon hele vervelende dingen. En om dat te kunnen combineren met afkoppelen, dan krijg je een heel mooie oplossing. Er zijn overal prijzen voor in Nederland, ook binnen het rioleringssysteem. Hoe is dat bij jullie terechtgekomen of hoe kwamen jullie erachter? Nou, via mijn collega Perry Peters, die zit in het riool gebeuren. En ja, via die kant is eigenlijk de prijs ook naartoe gekomen. Jullie zijn met z'n tweeën, hoe werkt dat? Jij ziet het goed of jij ziet het goed? Nou, kijk, wij zijn met z'n tweeën. In Sint-Tunis is gelukkig nog de gemeente nog te overzien. Antoine is de wijkbeheerder, ik ben de rioolbeheerder. En dit is typisch zo'n onderwerp waar je samen doet. Kijk, vanuit dit heeft te maken heel veel met riolering. Het afkoppelen, dus het hemelwater niet meer op de riolering zetten, maar ergens anders laten. Ja. Dat hoort echt bij riolering. Maar de toepassing zo, de kolken, de goten en de bestrating, dat hoort eigenlijk bij wegen. En daarom zoeken wij elkaar veel op en bedenken wij samen dit soort dingen. Ja, genomineerd in ieder geval voor een prijs. Dus nog even afwachten of je het ook wordt. Maar jullie zijn al meer actief geweest, samen of alleen, op andere gebieden, hè? Dat klopt. En dat is ook meer, min of meer ook Perry Peters. En dat geldt ook voor de geurfilter en de riooldeksel. En ja goed, dat is ook voor Perry. Kun je daar iets over zeggen, Perry, over eerdere uitvindingen? Het gaat nu met name over de riolering, maar toch. Ja, nee, wat we gedaan hebben, we hebben een geurfilter samen met onze jongens van de buitendienst. Hebben we een geurfilter bedacht om te zorgen dat we niet meer zoveel overlast zouden hebben van de stank van drukriolering. Nou, die hebben we inmiddels een paar jaar staan. Dat werkt hartstikke mooi. Ja, het aantal stankklachten is enorm verminderd. Soms zijn er nog wel wat klachtjes. Maar dat kan altijd als er iets stuk gaat of iets misgaat. Maar het heeft ons enorm geholpen. En dat zorgt ervoor dat we nu kunnen zeggen dat de stankoverlast onder controle is. Ja. Ik heb de indruk dat jullie blijven uitvinden als ik jullie enthousiasme hoor. Dat is wel de bedoeling. Dat proberen we in ieder geval. Maar ja, goed. We kunnen niet continu iets nieuws bedenken, maar we proberen het altijd. Hè? Ja. Innovatie. Jullie wethouder is er in ieder geval blij mee, want die zei creatief zijn, innovatief, dat bespaart de gemeente misschien weer geld. Nou ja, in deze tijd is dat gewoon nodig. We moeten meer doen met minder geld. En er hoort bij dat je creatief nadenkt over hoe het anders kan. Is er belangstelling al voor de levering van deze blokken? Jazeker. Er zijn al verschillende gemeentes die hebben ze veel interesse al ingetoond en er is al een gemeente die heeft al een 5 kilometer al besteld bij De Hamer. Dus wel degelijk is er heel veel interesse naar. Want in de gemeente gaat het al verder. We staan nu in Lanthas, maar het kan ook in andere dorpen gaan gebeuren. Ja, binnenkort gaan wij in Oplo aan de slag. In Oplo is een nieuw uitbreidingsplanneltje, Beekse Hof. Daar worden nu CPO-woningen gebouwd en daar gaan we deze blokken binnenkort aanleggen.